Verse doelmannen bij het Nederlands elftal door het dramatisch wegvallen van Tim Krul en ook de blessure van Jasper Sillissen. Voor Hagenaar Krul zit het seizoen erop en kan zich pas over een jaar terugknokken in Oranje. Kost je toch doorgaans 10 maanden, misschien wel meer, kan ook iets minder zijn. En als je kijkt naar zijn carrière bij het Nederlands elftal, is dat natuurlijk pijnlijk. Want als er geen EK is, dan maakt het niet zoveel uit. Als het er wel is, dan mist hij dat. Maar sowieso, het Nederlands elftal speelt pas als het misgaat morgenavond in september weer een kwalificatie in het land die er om gaat. Dus het kan zomaar oktober volgend jaar worden voordat we Krul ook bij het Nederlands elftal weer terugzien. En dat is toch een vervelende constatering voor hem. Is dan vooral ook het moment hoe dat ging, want het was totaal onnodig. Hij riep volgens mij helemaal op tijd riep hij dat hij hem zou hebben. Hij riep los en Bruma hoorde dat niet blijkbaar, of hij zat al in het moment. En dat maakte het zo knullig, want daardoor moest Krul zich herstellen in zijn afsprong, zeg maar zeggen. En landen op dat kunstgras. Ik vertrouw dat kunstgras ook voor geen meter. Dus hij is super triest. Triest voor de voormalig keeper van het Haagse RAS en ADO, maar dat we waarschijnlijk het EK voetbal in Frankrijk missen, is ook triest. Ja, een hele grote domper en zeker ook voor die spelers. Hè. De marktwaarde die keldert natuurlijk achteruit, maar ook voor de clubs. En je wordt nergens meer uitgenodigd. Ja, Nederland is natuurlijk het lachertje van Europa op dit moment, zeker als ze het niet halen. De Nederlanders zijn natuurlijk altijd de uitvinders, wij weten het allemaal heel goed. We weten het allemaal beter dan iedereen en dan is er natuurlijk een hoop leedvermaak. We zijn arrogant als het om voetbal gaat. Ja, en als je dan op je bek gaat, dan roep je dit over je af. Bij het missen van het Europees kampioenschap staat Oranje aan de start van een nieuw tijdperk. Maar met wie? Wat ik schrijnend vind is dat er nauwelijks echt goede aanvallers doorkomen. Je hebt nu dan El Ghazi, Kisna zit er nog achter, maar voor de rest spitsen bijna niet. Er breken wel heel veel middenvelders en verdedigers door, maar die aanvallers niet. En er wordt vaak een vergelijking getrokken met begin jaren 80, maar toen kwamen er wel aanvallers door, zoals Van Basten, Gullit, Vaneburg. Dus toen had je wel veel aanvallers als grote talenten, maar die heb je nu bijna niet.